we samen vanuit onderwijs, de zorg, gemeente en samen met studenten om met elkaar de samenwerking op te zoeken en te kijken hoe we samen een volgende stap kunnen zetten in studentenwelzijn. Het resultaat van vandaag wat we hopen te bereiken is dat we de eerste input kunnen ophalen voor het eerste jaar van het programma. Welke thema's gaan we werken? Welke thema's gaan we uitzoeken in literatuuronderzoek? Welke thema's gaan we in de proeftuinen terugzien? Wat ik denk dat essentieel is om studentenwelzijn te verbeteren is dat er een breed gedragen verantwoordelijkheidsgevoel is bij instellingen, bij de overheid, maar ook bij studenten zelf. En ik denk dat deze partijen echt samen de handen in één moeten slaan om structurele problemen aan te pakken. Ik vind het ook heel mooi om te zien dat er samen met het MBO en het hoger onderwijs er wordt samengewerkt. Zomaar in het kader van de waaiergedachte van de minister die het daar heel vaak over heeft. En ik denk dat ook beide sectoren heel veel van elkaar kunnen leren. Voor ons is het belang van deze dag dat de MBO-scholen ook eindelijk mogen meedoen. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ja, de plannen zijn dat we eigenlijk de samenwerking met de onderwijsinstellingen nog willen verstevigen. Ook in samenwerking met de gemeente, in samenwerking met de lokale GGD. Maar ook met partners op het gebied van preventie op mentale gezondheid. Voor mij het belangrijkste wat ik heb meegekregen is dat er echt heel veel gegeven wordt om de studenten. Vaak heb ik persoonlijk niet super ervaringen gehad op school. En daardoor het gevoel, de heer heb ik echt gekregen dat er wel om gegeven wordt hoe ik en alle studenten voelen. Dus daar voel ik me heel erg warm van binnen.